toch gaaf dat je naast je gewone werkzaamheden voor zo'n organisatie dit erbij kan doen. Sneeuwvegen. Wie had dat gedacht toen ik hier kwam werken, joh? Goedemiddag. Dank u. Sneeuwvloot 2, voertuig 4. Ja, dank u wel. Toppie, dankjewel. Normaal gesproken werk ik op kantoor, werk als IT-procesmanager en ben daarnaast ook ijsbeer. En vandaag ga ik op de sneeuwvloot de banen schoonvegen. We moeten vol aan de bak. Ja, lekker hoor. Finally. Onze collega's zijn vannacht al begonnen en wij gaan straks het veld in die kant op en dan lossen wij de ochtendploeg af. Wij vegen de start- en landingsbanen schoon en ook de taxibanen. En we doen dat door schuin achter elkaar te rijden en zo vegen we de hele baan schoon. Full gas, woehoe! Waar je op moet letten is dat de overlap goed is, zodat er geen strook sneeuw blijft liggen. En vooral als je aan de buitenkant van de sneeuwploeg rijdt, dat je de lampen niet kapot rijdt langs de baan. Het is niet onze normale baan, voor niemand van ons. Dus het is belangrijk dat we 4 trainingen doen, zodat we hier goed voor de dag komen op het moment dat het voor het echi is, zoals vandaag. We hebben de toestemming, tunnel wat overrijd op Bravo en aansluiten bij sneeuwplant 1. De coördinator rijdt in een busje mee. En die vertelt ons op het moment dat we niet helemaal goed overlap hebben van bezem 22, stukje naar links, bezem 23, stukje naar rechts. Dat zijn onze collega's die de platformen schoonmaken. Iets kleinere schuivers, logischerwijs, want met deze wordt het daar een lastig verhaal. Met onze ploeg is het 2 jaar geleden, januari 2019. En ik geloof dat vorig jaar de hele sneeuwvloot niet is opgeroepen, een hele winter lang. En nu mogen we weer vol aan de bak, dus dat is lachen. Het is wel meer sneeuw dan dat we toen gehad hebben. Ja, dat was een klein laagje en dat was makkelijk wegvegen. En nu moeten we echt wel harder aan de bak. Zeker ook omdat er zoveel wind staat en de sneeuw weer terug de baan opkomt. Het werk van de sneeuwvloot voor Schiphol is heel belangrijk. Want ongeacht hoeveel vliegtuigen er zijn, het is belangrijk dat de banen schoon blijven, zodat we kunnen starten en landen. Ja, het is gewoon cool om dan eindelijk weer een keer het veld in te gaan en ook eens te zien wat je doet. De trainingen zijn altijd zonder sneeuw, soms in augustus met 25 graden. En nu mag je voor het echi en zie je ook dat de baan schoongeveegd wordt en dat maakt het extra gaaf. En echt tof om zo een steentje bij te kunnen dragen aan het draaiend houden van Schiphol.